En je weet nog, voor, ja, iets van een half week geleden, hè, toen heb je mij gezien. Kijk nu. En ik was gewoon aan het chillen. En, Pibi. Niet de kiwi. Ga eens kijken. Zo. Vind ik echt vet, want normaal luistert een hond echt heel goed naar zijn naam en zo, maar Pibi hoort het echt, hè? Kijk hè, Pibi die kan dus nu, als je een brokje hebt, dan kan ze, als het goed is, die in de lucht pakken. Nou, zo gaat ze al helemaal niet, hè? Nou, dat wil ze wel. Ze heeft er niet zoveel zin in, maar ze wil hem wel graag hebben. Ja, volgens mij is ze een beetje moe. Ja. Ja, maar ze was ook de hele nacht buiten, hè? Ja. Oh, je bent lief. Gisteren ging je me wel aanvallen, maar je bent wel lief. Hé, hey, Is, ik had even een vraagje aan jou. Het is vandaag zaterdag. Ja. En wij hebben net lekker geslapen. Toen had ik een vraag. Ja. Want dit was de eerste nacht dat je bij mij hebt geslapen met mijn kale hoofd. Ja, ew. Heb je het overleefd? Ik schrik echt iedere keer weer, hè? Als ik mijn bed heb gedaan? Ja. Ja. Ja, dan is het in één keer best apart. Maar, ja. Nee hoor. Heb je het overleefd? Ja. Niet een keer geschrokken? Nee. Weet je wat ik wel had? Jij ging zo aan mijn haar voelen. Toen schrok jij. En toen dacht ik, oh, maar is maar. En toen was ik het even vergeten. Wacht even hoor. Oh. Oh, het is weer dit moment, jongens. Ah! Nee, niet doen. Ah! Hij zit nog hoor. Ah! Hij is heel vies. Heel pijn ook. Wacht. Dan kan ik harder knijpen. Nou, dat kan je helemaal niet harder knijpen. Het doet gewoon pijn. Nou, dat kan ik harder knijpen. Hoe heet die YouTuber ook weer? Dr. Pim. Oh, hij splashed. Ah! Het doet heel veel pijn. Heel goor ook dit. Niet nog een keer, hè? Ja, laatste keer. Auw! Auw, je duwt wel echt zo je duim tussen mijn ribben. Ja, ik had ook echt pijn. Nee. Maar ja, ik ben dus gewoon kaal. Holy. Heel raar. Maar ja, boeien. Ik vond het wel leuk hoor. Ik ben er wel blij mee ofzo. Ik heb gewoon zin dat mijn haar weer opnieuw groeit en dat het dan weer helemaal goed zit. Dus vandaar dat ik dat heb gedaan. Wat wij even gaan doen vandaag is... We gaan zo meteen naar mij toe en dan gaan we Day, Lars even helpen in het huis. We gaan gewoon even helpen in het huis. En Isa die is heel handig in klussen, dus dat wordt helemaal top. Maar nog handiger dan Day. Ja. Jullie zitten wel op een soort gelijk level, denk ik. Kijk, Day die doet zeg maar die klusjes die gewoon niet zo gevaarlijk zijn. Zoals behang eraf halen en zo. Maar ze had wel haar been gebroken. Ja, ze had haar rug gebroken ongeveer en de hand en alles ging fout. Iedereen die komt, zeg maar. En ik heb met een aantal mensen die altijd naar die verjaardag komen, heb ik gewoon wel, die mag ik wel. Dus ik zei tegen Quinn van, komt zij ook? En toen zei Quinn, nee, die mensen hebben ruzie, dus zij is niet uitgenodigd. Maar Quinn heeft dat verhaal nooit afgemaakt. Dus ik zeg net tegen Quinn, ja zeg jammer dat zij niet komt, want dat had ik wel gezellig gevonden. Zegt Quinn, oh had ik niet gezegd dat het een grapje was. Dat was leuk, hè? Is dat nou voor iets soms? Maar... We zitten in de auto naar Bloemendaal. Ja. Want we gaan naar opnames ergens voor. Ik vertel straks wel even. De pekkoning, daar is die! Hey gast, weet je nog? Je hebt een nieuwe drip. Heel vet. En je weet nog, voor, ja, iets van een half week geleden, hè? Toen heb je mij gezien. Nee. Kijk nu. Jezus Christus, wat heb je gedaan gewoon? Je lijkt gewoon grijs nu, what the fuck? Heb je chance verloren? Nee, ik dacht ik ga gewoon kaal. Oh, wat gek. Holy shit. Wij zijn hier dus vandaag voor opnames en ik kan helaas helemaal niks zeggen wat we gaan doen. Maar het wordt echt zo grappig, we gaan er heel gek uitzien. Ik ga even vragen of ik dat wel mag laten zien. En dan ga ik nu de make-up in. Wow. Holy. Dat zien we er anders uit. Waarom heb je maar één lens in? Ja, die andere kreeg niet. Deed zoveel pijn. Nee, deed echt heel veel pijn. Ja, maar ik doe het wel. Oké, okay, ik doe het wel. Ja, vorige keer toen je het bij mij probeerde, ging het ook niet goed, hè? Maar dat was met een oude lens van mij. Ja, dat is waar. Je ziet er echt heel grappig uit of zo, ik weet niet. Ja, is toch leuk? Een beetje jou uitlachen. Ja, maar zoek even die andere lens. Ja. Denk je dat het leuker is nu kaal, hè? Met dit? De oren komen wel heel erg goed, natuurlijk. Die zijn wel heel duidelijk nu. Gaan we nog
meer voor haar. Ja, heel veel zelfs dicht. Oh, nee, hij is eruit. Alright. Oh, doe maar niet weg hoor. Echt? Heel voorzichtig. Ja? Ja, heel voorzichtig. Langzaam maar een beetje knipperen. Zo, ik heb een heel erg heil oog. Maakt niet uit. Hij zit erin. Hij zit en het doet geen pijn. Yes. Ja, top. Dankjewel. Kijk. Wat heb je weer een heerlijk autootje. Oh, ik zit gewoon helemaal vast met die Je hebt gewoon ook een bloem in jou. Die is voor jou. Aha, dankjewel. Gast, wat een mooie auto. Thanks. We gaan gewoon door. Ik heb helemaal geen zin meer in die opname. Nou, ik moet zeggen, we zijn wel alweer lang aan het wachten. Jong. Slipt even hier. Hoppa. Zo, jouw dashboard is vet, gast. Ja man. Maar we benzine is wel bijna leeg op diesel. Moet je kijken. Oh, gast, dat ga je niet halen. Jawel. Ik woon hier. Nou ja, mijn ouders wonen hier. Oh. Maar ik ga hem wel uitzetten. En dan... Doet hij het nu alsnog? Ja. Maar het is niet heel goed voor de accu, volgens mij. Maar je gaat hem gewoon uit en dan is het goed. Waar is die oplader? Koen heeft geen batterij meer. Nee. Gewoon nul. Ja, het ding is leeg. En dat is zo, je kan echt niks zonder met een leeg te... Kijk, wat een kutdraadje. Mensen, als je ooit denkt, ik wil een draadje kopen, koop niet deze. Dit draadje is zo ongelooflijk traag. Het is echt triest. Even kijken welk merk het is. A-I-N-E. Van een supermarkt, van een ding. Hoe heet het? Hoe heet het nou? Een benzinestation. Oh, ik ga echt helemaal stuk om jou, gast. Hé hey jongens, ik had een verrassing voor jullie natuurlijk. Hier kan jij even filmen. Ik kom even tussen jullie in. En Tomsen. Nee, kijk. Het was dus hartstikke leuk en ik was gewoon aan het chillen. En What the fuck? Nee joh. Wat doe je dat? Wow. Ziek hè? Holy shit. Wanneer heb je dit gedaan? Gisteren of zo in de ochtend. Donderdag. Wat zeiden je ouders? Nee, mijn moeder heeft dat gedaan. Oh, je moeder heeft het gedaan. Wat? Ik ben er blij mee. Tom, challenge, ja? Oké, 3, 2, 1. Woordgrap bedenken met krap. Krap? Ja. Het is zo lekker, holy krap. Holy crap. Hoe kan dat nou? Dat kan toch niet? Het is ook nog leuk, maar we hebben heerlijke sushi, jongens. We gaan echt genieten. Na zo'n dag, wij hebben echt ontzettend veel honger. We hebben echt super lang niks gegeten, dus nu mogen we super lang niks gegeten, dat echt mooi. We hebben echt heel lang, sinds 1 uur of zo. Dat is echt lang, hè? Ja, maar ik heb honger. Eten. Ik vind Don stom. Want ik maak heel veel content voor zijn video's. En eindstand, hij doet er niet eens wat van in. Ik had tijdsnood. Heb je die beelden nog? Ik heb de beelden nog. Okay, als je ze nu naar mij stuurt, dan kunnen ze unseen beelden zien. Zei ik dat goed? Is goed, behind the scenes. Van Don. Die hij niet erin had, want hij had weer tijdsnood. Oké. Okay. Oprecht, dat was best goede content. Alleen, ik had gewoon geen tijd om het erin te doen. Oké, dus ik doe het er wel in. Dus jij doet het erin. Ik ga het naar jou opsturen. En dan gaan mensen nu de behind the scenes zien. Oké, Don. Jij stelt nu de hele tijd dingen... Oké, Don, jij stelt mij de hele tijd vragen en dat soort dingen. Mm-hmm. Maar nu wil ik een keer iets bij jou doen. Want ja, eigenlijk doe je het altijd bij anderen. Ja. Dus ik ga nu een woord zeggen en dan moet jij dan 3 rijmpjes mee bedenken. Oké, ik heb nog geen woord bedacht. Wacht even. Maar wat, je wil gewoon ook gaan rijmen? Ja, gewoon iets grappigs. Of maakt niet uit, gewoon iets grappigs. Het moet leuk zijn. Ik moet iets grappigs mee verzinnen. Ja, moet... Oh, ik moet scheet aan. Nee, doe. Ja. Oh, gadver, die was echt... Ja, dat komt door mijn bed. Gadver, gast. Ja, doe maar doos. Doos? Ja. Weet je wel een rijmpje, denk ik? Wacht even hoor, ik moet hem even goed nadenken. Veel chickies hebben een goede doos, maar ik ben blij dat ik voor Bente koos. Gasten, jongens, dit is dus het bewijs, hij kan het met alles. Ja, je moet nog 2 worden, hè? Zak. Zak. Ik weet niet welke zak ik liever zie tijdens... Ik vind het niet wel leuk. Ik weet niet welke zak... Sorry. Hij is helemaal niet grappig als je hem hoort, maar hij is wel grappig. Hij is niet grappig. Ik weet niet welke zak ik liever zie als ik plezier wil hebben. Mijn eigen zak of de zak voor Sinterklaas? Huh? Ja, maar bijna heb je plezier... Oh! Ah,
ik bedoel, ja. Ja, ja. Oh, die was wel leuk, ja. Vond je hem leuk? Ja, ik vond hem best leuk. Serieus? Hm. Ja, lelijk. Was oké. Kijk, je hebt heel veel woorden. Daar kan je echt wat mee verzinnen. Maar je hebt veel meer woorden waar je gewoon helemaal niks mee kan verzinnen. Ja. Dus je moet echt goed nadenken bij elk woord. Nou, je laatste woord, gast? Stapel. Stapel? Mm-hmm. Als je gaat slapen in een stapelbed en je gaat er echt heel slecht op, dan ga je op die stapelbed. Gast, ik probeer zelf in mijn hoofd ook iets te bedenken bij het woord, maar ik kom echt net. Maar dit was even... Dit was wel heel random. Ja. Ja. Nou, maar al je woordgrappen zijn altijd uit het niets, ja. Random. Ik vond deze niet heel geweldig, maar het was wel even grappig. Nou, zou ik maar weer de camera overnemen dat jij lekker gaat slapen? Is goed. Waar ga je over dromen, gast? Nee, ik weet niet, gast. Als maar geen seksdroom is, vind ik het best. Later!